Vandaag ga ik een week lang vastleggen hoeveel ik uitgeef als student in Amsterdam. Ik denk dat dit voor mij ook een soort wake-up call wordt, want ik geef volgens mij mijn geld aan best wel veel random dingen uit. Het is maandag, voor mij is het PD en letterlijk alles in huis is op, dus ik ga de week beginnen met wat weekboodschappen. Als ik weekboodschappen doe, dan koop ik gewoon ontbijt voor de hele week. Maar ik koop niet bijvoorbeeld al mijn avondeten, want ja, ik ben zo slecht in plannen. Goed verhaal! Klik even op dat abonneerknopje, want meer dan 60% van de kijkers is niet geabonneerd. En dat zal mij heel erg helpen. Ciao! Er wel iets uit mijn handen, maar goed. Dit is ook trainingswaar. We made it. Oké, ik heb nu dus voor de week, klopt niet helemaal, want sommige dingen doe ik ook langer mee, maar laten we ongeveer zeggen de week boodschappen gedaan. Waar is die fucking bom? Ik ben naar de Lidl geweest. Wat is dat? Je zegt gewoon de Lidl. En ik heb €30,31 uitgegeven. Ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Oh my god, shoplog. Lekkere broccoli. En broccoli. Lekkere amandelen. Druifjes. Oh, ook lekker. Doei, druif. Ik heb dus echt een soort corona-trauma opgelopen of zo. Want ik vind het dus echt heel kut om... Nou, niet kut om thuis te zijn, maar... Ik wil gewoon de deur uit, zoveel mogelijk. En ik kan er niet zo goed tegen om niks te doen. Dus dat is wel een soort van toxic trait. Want daardoor ga ik eigenlijk heel vaak in restaurantjes zitten en zo. Dat kost natuurlijk klauwen met geld. Zelf ook een meme-god. Ik ga naar de sportschool. Gelijk een tipje. Ik sport bij de sportschool van de HVA. En ik heb een abonnement met sportschool dus en met yoga. En het kost €18 per maand. Het is fucking goedkoop. Want met dat sportschoolabonnement kan je dus ook alle groepslessen doen. En ze hebben letterlijk alles. Nu gaan we lekker sporten. Ik voel me trouwens altijd zo'n fucking rat als ik op mijn haar nat is. Ik heb een iced latte. Deze was €4,85 uit mijn hoofd. Ik zal het even goed in beeld zetten. Het is mijn eerste aankoop van vandaag. Dit ziet er echt heel spannend uit. De metro zei er niet, geen idee waarom. Maar ben ik gelijk dat ik het op vee zat. Ga ik met de check naar huis. Dit is toch zo niet de vibe. Krijg de bekeuring voor het niet dragen van de helm. Ik heb deze net gekocht. Ik heb het nog nooit gehad, dus ga even proeven. Ik heb nat haar, dus klep op een rat. Zo. Koulo, spang. We zitten lekker op het terrasje en gaan lekker aan de kava. Flesje al gelijk open trekken. Mijn is er kinderlijk. Schrik mijn lamp. Ik kom er niet alleen toch. Tante. We hebben lekker eten besteld. Burrata, quesadilla, burger. Gaan we lekker chappen. Chop, chop, chop. Eeuw, er zit koriander op mijn fucking. Dat vind ik zo smerig. Dat gaan we er nu afhalen. Ik wilde deze week eigenlijk even niet uit, maar de ruggengraat was weer erg ver te zoeken. Ik ga even laten zien wat ik aan heb. Top is van de Zaar, broek is van de Bershka en ik heb eindelijk een bruine blazer. Ja, we gaan dus uit. We gaan naar de Chin Chin. We gaan zien wat ik daar ga uitgeven tijdens het uitgaan. Dit wordt denk ik weer even een dik ripje, maar goed, het hoort erbij. Even iets rustiger fietsen, want ik heb allemaal bobbels in mijn video. Goedemorgen. Het is de day after, zoals je misschien wel kan zien. Wij gaan even met z'n allen lunchen bij de Wasserette. In de Pijp is dat een tentje. Daar hebben ze echt fucking lekkere broodjes. En niemand heeft zin om het OV te pakken, dus we gaan met de Uber. Oh, wat lief. Ik heb net gesport. Even de alcohol eruit gezweet. En ik heb naambroodjes gekocht. Een curry, want ik had koude voor zin in curry. Geen idee waarom. En dat ga ik lekker eten. Het is zaterdag. Vervolgens had ik zo'n soort paniekaanval van de hoeveelheid geld die ik afgelopen weekend heb uitgegeven. Afgelopen donderdag bedoel ik. Dat ik me heb ingeschreven voor een werkshift.
Voor de rest denk ik dat ik niks meer ga uitgeven vandaag. En dat is maar beter ook, want het was een heftige spendweek. Hi. Het is zondag en ik heb vandaag de hele dag gewerkt, dus ik heb vandaag niks uitgegeven. En dit was de video. Ik ga hier een beeld laten zien wat ik dus in totaal heb uitgegeven deze week. Ik moet zeggen, ik heb deze week best wel veel uitgegeven. Af en toe geef ik zoveel uit, maar heel vaak geef ik ook maar 50 euro in de week uit. Het verschilt een beetje. Maar goed, dit is dus wat ik deze week heb uitgegeven als student in Amsterdam. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden en dan zie ik jullie volgende week weer om 4 uur op woensdag. Een voorhoofdkusje. Mwah.